Zo meteen langs die lange oprijlaan zullen al mensen staan vanuit de dorpen. Oeh, en daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. En dit ziet er echt uit. Dit is in ieder geval absoluut niet gepland. Het koninklijke gezelschap is ook geschokt. Er lagen mensen op de grond. Met grote vaart. En de grote vraag is natuurlijk, is dit opzet of is dit een ongeluk? Politie meteen volop in actie. Wij zijn live, kom op, je bent geen camera. Zijn er grote mensen veel buren? Nee. We proberen natuurlijk zo snel mogelijk een verslaggever Menno Reemeyer naar die plek te krijgen. En die staat ook, Menno. Nee, de chaos. Auto even van af. Camera weg. Ik zie mensen zwaar gewond hier liggen. En mevrouw Gilt. Ja. Ongelooflijk zeg. Mensen huilen hier op de grond, roepen om hulp. Mensen zijn totaal verdwaasd met wat hier gebeurd is. Bloed over de grond. Een pantoffel losgerukt. Ja, een fiets van de politie ligt hier. Mensen lopen door. De klankenbus ging net voorbij en er komt inderdaad vanaf de richting, de noordelijke ring rond Apeldoorn, komt die wagen. Die heeft blijkbaar al wat geramd, want er is al het een en ander aan kapot. Ja, ik zie de auto staan. En rijdt recht op die naald af, maar is dus door die menigte heen gereden. De man die daar ligt, die viel uit die auto. En toen keek ik die kant op. En toen zag ik al die mensen liggen. Dus hij is daar gewoon doorgereden door die... Viel iemand ook uit de auto? Die man die daar ligt, ja, die viel uit die auto. En toen zag ik al die mensen liggen, dus hij kwam van die kant. Dat is richting Jachtlaan, uit de richting Amersfoort-Arnhem. Maar normaal gesproken afgesloten, tenminste vandaag. Nou, ik denk dat het een soort actie van iemand geweest is, hoor. Want het was allemaal afgesloten. Dus, dat blijft natuurlijk speculeren. We weten nog helemaal geen idee van... Nou, als ik snel... Ik zo'n 10 gewonden hier al in eerste instantie liggen. En de verbinding met Menno Reemeyer valt even weg. Ja, we zien hier natuurlijk inderdaad... Heel veel mensen op de grond liggen. Inmiddels heel veel hulpverleners ook op de been. En zoals gezegd, dat er is natuurlijk inderdaad vanaf die kant dus van... Dat is een ring rond Apeldoorn. Die ligt rond het centrum. Daar is die vandaan gekomen, die auto. Door de menigte heen. En we krijgen inmiddels bericht dat de koninklijke familie nu binnen is. Die zijn het Loo in. Misschien nog even recapituleren wat er dus straks gebeurde. De koninklijke familie was aan het eind van de Loolaan. Ze zouden met de bus, dan gaan ze langs deze naald waar u de auto tegenaan ziet staan. Dan kwamen ze daar links om de hoek. En op het moment dat de koninklijke bus dus om de hoek komt, dat gaan we u nog eventjes laten zien. Heb jij goede intercom met... Maar even door dat er 14 liggen. Ja, ik kan niet praten. Ja, dit is dus zoals het gebeurde. De bus draait de hoek om. En op dat moment komt deze auto. U ziet het vanuit de menigte. Hij heeft al behoorlijke schade. Dus hij is al ergens tegenaan gegaan. En rijdt gewoon recht op de naald af. En vlak daarna zien we dus allemaal mensen op de grond liggen.